Dames en heren, meiden, van harte welkom hier. Ook vooral de voorzitter van de KNDB, Frans de Jonge. Het geeft aan dat hij niet zomaar even een partijtje is. Het gaat natuurlijk wel om een kampioenschap in Nederland. En 3 plaatsen in de wereldkampioenschap. Nou, mijn naam is Jan Kok. Ik ben voorzitter van Damclub Den Haag. Al hier gevestigd. We hebben vandaag een start voor het NK Meisjes Pupillen. Die spelen 3 dagen. Dus die moet allemaal een keer tegen elkaar. Met 5 partijen. En zaterdag hebben we ook nog het NK Welpen. En die spelen dan 9 partijtjes, maar dan op 1 dag. Het is wel gebleken, ouders van pupillen, die komen kijken. En de sommigen zitten dan al op een club. En dat is dan voor hun meegenomen. Maar anderen, die zijn ten einde raad. Die weten niet of hun kind nou goed of slecht staat. Dus we geven ze hier de kans om iets te leren van het mooie damspel. Ja, het is een ouderwetse sport, maar we worden er wel steeds beter in, internationaal gezien. Goed. We hebben diverse wereldkampioenen afgeleverd. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, het wordt elk jaar minder. En we hebben ermee te maken. Dat is ook de reden waarom we zoveel aan jeugdwerk doen. Want zonder jeugd geen toekomst. Het gaat om dat jullie een beetje een paar principes kunnen begrijpen. Ken dat? Het is een behoorlijke geestelijke inspanning die je moet verwerken. Kinderen leren wel heel snel. Dat is wel een pluspunt. Want wij hebben er een paar in opleiding gehad. En die hebben in 3 jaar tijd hebben ze toch een nationaal niveau gehaald. Waar je dan u op zegt. He, terwijl andere dammers daar misschien nog 10 jaar over doen. Dus dat geeft wel hoop. Ik hoop dat we over 10 jaar tot er nog clubs zijn. Maar het blijft toekomst kijken. Maar je wordt op een gegeven moment te klein om de kosten te kunnen dragen. Ja? Maar nogmaals, je moet optimistisch blijven. Als die jeugd een beetje aantrekt, dan blijven die clubs een beetje stabiel. En dan gaat het nog. Maar anders zou je samenwerkingsverbanden moeten gaan vinden met een schaakclub samen. Ja, om de exploitatie rond te krijgen. Ja. Dat is het lot. Wat doen jullie nu ter promotie van het dammen? Nou ja, dit soort toernooien bijvoorbeeld. Hè, aandacht geven. Via Halo Jobbing worden diverse damdocenten ingehuurd om les te geven op scholen. Okay. Nuttig. Hè, want, het is dan een soort naschoolse opvang. Maar als er 16 kinderen komen, zijn er toch altijd wel een stuk of 10 die zeggen, oh, dat is toch wel leuk en ik wil er wel meer van weten. Wij hebben een jeugdlid, Emre Hageman, die is toen hij 10 was op de club gekomen, heel schuchter. En 3 jaar later was hij wereldkampioen bij de pupillen. Kijk. Dus die heeft een enorme curve gemaakt en dat is echt een talent. Maar toen hij pas begon, kon je dat er toch niet. Nee, dat kon je niet zeggen. Dat moet groeien. Kind moet zichzelf ontwikkelen. Je kan nog zoveel dingen aanleren. Als hij het talent niet heeft, komt hij er niet. En sommigen hebben het talent wel. Online kan er veel gedamd worden. Dus dat is al een leuk begin om een beetje ervaring op te doen. Maar heb je er zin in? Sluit je aan bij een club. Er zijn 3 clubs in Den Haag. Oké, weer vroeger waren er 17 alleen al in Den Haag. Dus dat is al een antwoord ook op eerdere vragen. Maar 3 clubs, 1 op Scheveningen, hier dan in de Chameleon. En 700 meter terug zit de Hofstaddammers. En ze zijn altijd welkom. En op maandag of op dinsdag of op donderdag. Dus als je een gaatje hebt, waar een wil is, is een weg. Via jeugddammen.com staat alles beschreven van jeugdtoernooien. Waaronder dit kampioenschap. Ja, en voor de rest is het even zoeken. Damclub Scheveningen heeft een website. Damclub Den Haag heeft een website. En de Hofstaddammers ook. Dus als je op die criteria zoekt, dan moet je wat kunnen vinden.